De leerresultaten van studenten en leerlingen verbetert vaak genoeg na interventie. Docenten en leerkrachten kunnen dit stimuleren als zij op een andere manier les gaan verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld door het fungeren als coach. Dit is een van de conclusies die student Nadia van der Geld van de masteropleiding Education trok uit haar onderzoek Hoe kan coaching zelfgestuurd leren verbeteren? Voor het verkrijgen van haar mastertitel verrichtte van der Geld een onderzoek naar het effect van coaching op het zelfsturend leren bij de studenten van het specialisatiejaar 1 van het Surinaams Pedagogisch Instituut SPI. Daarbij heeft zij een coachingsmodel vastgesteld dat getoetst is op deze groep. Of de lerarenopleiders, als de studenten hebben gezegd, nou, waarom hebben we dit niet eerder gehad? Dit is lekker en makkelijker werken en begrijpelijker. Coachingsmodel die heeft gezorgd voor de vergroting van zelfsturend leervermogen van de studenten. De studenten versterkt zijn zelfsturend leervermogen. Het is geleidelijk aan door het trainen en aanleren van die specifieke skills. En die specifieke skills, dat heeft ook veel meer te maken met de leerstrategieën. Daar vind je de skills. De leraaropleiders staan ze in een vertrouwde omgeving feedback te geven aan studenten. Ze bleven in hun klas, maar ze waren in een vertrouwde omgeving. Ze gaven feedback aan hun studenten. En je had die positieve reacties van de leraaropleiders en studenten. Met deze manier van coachen en lesgeven. Van der Geld haalde verder aan dat het SPI dit coachingsmodel kan gebruiken om andere studenten te begeleiden. Elke docent zou dit coachingsmodel kunnen gebruiken. En het directieteam van het SPI zou het coachingsmodel kunnen aanbieden aan de overige lerarenopleiders. Dus ook van die opleiding die deze kunnen gebruiken natuurlijk om hun lessen zo goed als mogelijk te kunnen verzorgen. Aanbevelingen voor verder onderzoek. Verder onderzoek kan gedaan worden bij het vak rekenen. Dat heb ik eerder ook al gezegd. Want we hebben gemerkt dat de cijfers een beetje beter konden. Maar we moeten natuurlijk gaan kijken van waar is het even niet zo mooi gegaan. Wat was de reden? Meer communicatie met andere collega's en studenten om zo samen te werken aan het zelfsturend leervermogen van de studenten. Van der Geld gaf mee dat dit coachingsmodel ook gebruikt kan worden door leerkrachten van het basisonderwijs.